Hallo lieve mensen van Banyantown, dit is Vincent en dit is de dinsdagtip voor deze week. Ha! Zo, en wat ik deze week weer heb gekregen is de Viper Glasses. Nou, wat is het dus? Het is dus een bril met ruitenwissers. En ik moet nou even goed denken, waarvoor zou dat goed dienen? Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk een ruitenwisbril. We gaan hem openen. Maar ik ken deze verpakking en er zit geen vinkje aan om iets te openen, zeg maar. Er zit geen lippie aan. Ik ga wat regelen. Tangetje, daar moet het mee lukken. Dan lees ik gelijk wat er achterop staat. Batterijen zitten erin. Even kijken hoor. How to use. Dat is makkelijk jongens, voordat we hem openen. How to use. See battery instructions before use. Ik heb een stukje open gekregen jongens. Ik kan het toch niet openen? Wacht even. Oh, dit is echt vreselijk. 6.5 hours later. Oh ja, daar komt ie. Oh. Hij is eruit. That's what she said. We krijgen een boekje. Twee boekjes. Ach, toen. Niet voor kinderen onder 3 jaar geaard. Nederlands. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Dat is mooi. Deze bril is niet waterdicht of waterafwijzend. Hier. Hier staat het. Deze bril is niet waterdicht of waterafwijzend. Oké. Okay. Ik ga hem eruit halen. Oh, nu sloopt die man. Jongens, kennen jullie die mop? Beetje een lelijke vent is het wel hoor. Nou goed, ik ga hem opzetten. Ik ben heel benieuwd. Let op. Oh, dat zit echt heel rot. Oh my god. Het lijkt net een duikbril, joh. Pull out to activate. Oké. Okay. Daar gaat hij jongens. Zijn jullie er klaar voor? Ik trek dit dingetje eruit en dan moet hij doen. Oké. Okay. Het is geactiveerd, jongens. Oké. Okay. Hoe gaan we hem testen? Ik heb een idee. Ik heb een heel strak idee. Steeds geen regen. Mensen, dit duurt te lang. Ik heb een of andere badreiniger en daarmee moet het lukken, denk ik. Alhoewel, ik weet niet of die... Hij doet het! Sorry. Laten we het niet op jullie proberen, laten we het op mij proberen, want ik ben tenslotte het slachtoffer. Oké, de batterijen zijn als het goed is geactiveerd. Er zitten 2 batterijen aan de zijkanten, dat klopt. Oké, moment is aangebroken dat we gaan kijken of het werkt. Ik ben best wel benieuwd. Hij is niet waterbestemd. Let op. Nou, hij doet nog niet veel. Oeh, kijk aan en uit. Oh my god. It's working. It's raining man. Halleluja, it's raining man. Dit helpt echt geen donder gewoon. Wacht. Ik weet een ander idee. Wacht. Krijg dat ding uit. Jeetje, damn. Oké, hij doet het niet helemaal goed. Maar ik denk dat dit ding is gemaakt voor een hevige storm. Laten we een hevige storm creëren. Let op. Dames en heren, en dan nu de mening over deze prachtige bril. Het is vies, het is lelijk, het is onbegrijpelijk. Ik zou nog nooit dit willen opdoen als ben ik een Mogol op de voorste rij van de carnavalsoptocht. Ik zou dit niet bij de blokken willen kopen voor geen euro. Ik zou dit ook niet op mijn smoel willen zetten om er voor lul bij te staan op een of andere bruiloft. Ik zou dit nog ineens willen dragen met de afschuwelijke blauwe kleur die wordt vertoond met dit onwel stuk stronding. Nooit willen doen! Al met al, ik zou dit... Het liefst willen verbranden en dat het nooit meer wordt teruggevonden. Ook niet na 10 jaar. Dat niemand het meer mag zien dat dit product ooit is verkocht. Viper Glasses. Niet aan te raden. Nooit kopen. Nooit aan beginnen. Nooit doen. Want het is troep, mensen. Voor een leuke video geef even een duimpje. Vergeet niet te abonneren op Banyantown. En dan zie ik je volgende keer terug. Of iemand anders terug met een nieuwe dinsdagtip. En vergeet ook niet op mijn vlogkanaal te kijken voor meer van rare sketches, typetjes, reportages en weet ik het allemaal niet. Kijk even in de beschrijving. Dag mensen, bedankt voor het kijken naar de dinsdagtip. Doei doei! Nog niet kapot.